Digitalisering raast als een sneltrein door de gebouwen van de FOT-economie. Wij zijn een federale overheidsorganisatie ten dienste van ondernemingen en consumenten. Om de digitale kloof te verkleinen binnen de FOT-economie beslisten wij, en dat zijn Lieselotte Brouwer en Natasha Verbrugge, om een opleidingsproject te organiseren voor al onze medewerkers die zowel thuis als op het werk zelden of nooit met een computer werken. Deze doelgroep heeft een enorme drempelvrees om aan computeropleidingen deel te nemen. Het is net alsof ze een hele berg over moeten. Daarom wilden wij hen helpen de berg te beklimmen door hen aangepaste en praktische opleidingen aan te bieden in kleine groepen. Daar leerden ze stap voor stap basishandelingen om met hun computer en de programma's van de FOT-economie te werken. En vooral, ze leerden er hun angsten overwinnen. Onze trainers zijn vrijwillige collega's van verschillende diensten van de FOT-economie, die specifieke richtlijnen kregen, zoals rustig lesgeven en heel veel herhalen. Hadden de medewerkers nog vragen, dan konden ze terecht bij hun buddy, een collega-coach die hen hielp de geleerde vaardigheden toe te passen. We zijn trots op de zichtbare resultaten. Medewerkers kregen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Velen zijn ook gemotiveerd om hun PC-kennis verder uit te breiden. Wij hopen dat u massaal stemt voor onze bits en bytes.